22 juni 2015. Wie zijn er allemaal jarig? Laten we even beginnen met de sterren. 1955 geboren Leo Driessen. Een Nederlandse sportverslaggever en tekstschrijver. Hij werkt onder andere voor RTL en Fox op dit moment. Maar hij schreef ook, samen met Han Korenheef, de tekst van Dromers zijn bedrog van Marco Borsato in 1994. Misschien kan je dat herinneren. Ja, natuurlijk kan je dat herinneren. Zo groot dit is. 1972, de geboortedag 22 juli van Jeroen van der Boom, Nederlands televisiepresentator en zanger. Was de eerste presentator van ColTV. Ik zit net even die filmpjes te kijken van ColTV. Kan je dat nog herinneren, zeg? Ja, dan kon je naartoe bellen en dan kon je naartoe sms'en en dan kon je prijs zingen. Dat was eigenlijk best wel slecht, hoor. Maar Jeroen van der Boom deed hartstikke goed, tuurlijk. Ja, was de eerste presentator ervan, hè. Hij presenteerde later ook nog het programma Bloed, Zweet en Tranen. En een van de toppers natuurlijk, hè, samen met René Vroeger en Gerrit. Lisa Loos is vandaag ook jarig. De artiestenaam is dat van Lisa Hordijk. Zij is 22 juli 1987 geboren. En Nederlands zangeres. Winnaar in 2009 van de X-Factor. Nu de sterren waar het eigenlijk om gaat, de luisteraars van Radio NL. Goedemorgen Olaf, ik heb er twee voor de verjaardagskalender. Dat stuurt Sandra. Bertus en Rudy uit Goor, felicitaties komen van dochter en zus Sandra. Ik wil Hille Veen graag even feliciteren met zijn 21ste verjaardag. Willen jullie even komen en genieten voor hem draaien? Groetjes van bouwbedrijf U Veenstra. Dus daar kunnen ze maar ook nog even doen. Dat is leuk. Ruud King is vandaag jarig, heeft een respectabele leeftijd van 52 bereikt. Maar je ziet het niet. Groetjes van je Fiat-vriend Appie. Vandaag is C.J. Hout jarig. We vieren feestje in Diemen. Een groetje.